Deze beschouwing die gaat over de katholieke kerk. Ik ga daar een aantal beschouwingen over doen. En bij deze beschouwing ga ik in op die oorlogen waar ze bij betrokken zijn. Of sterker nog, die ze veroorzaakt hebben. En dan sta ik stil, ga ik daar naartoe, naar die oorlog tegen het terreur. War on terror. Die voortgevloeid is uit die aanslagen van 11 september. Nou, dat de katholieke kerk betrokken is bij oorlogvoering, dat is gevoegelijk bekend. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn goed gedocumenteerd en de rol van de kerk daarin is overduidelijk. Ze hebben die oorlogen aangeslingerd, veroorzaakt en begeleid. En dan grijp ik er nog één uit de hoge hoed. Dat is de oorlog in Vietnam. En daar weet ik dan wat meer feitjes van. Want er is een kort klein boekje over geschreven door Avro Manhattan. En dat heet Vietnam, Why Did We Go? En daarin wordt het uitgelegd. En de rol die de katholieke kerk heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dan met name in dat kleine landje, Kroatië, dat is ook uit en te na beschreven. En die auteur van dat boekje, Vietnam, Why Did We Go? Avro Manhattan. Je zegt echt Avro, je zou denken Avro, maar je zegt Avro. Met een V van Victor is het, by the way. Net als de Algemene Verenigde Radio Omroepen. De AVRO. En Avro Manhattan, die zei nog tegen de vrouw van Roosevelt, toen hij al op leeftijd was en zij al op leeftijd was. En Avro Manhattan was erachter gekomen wat de kerk had uitgevroten in Kroatië. Dat hij tegen Eleanor Roosevelt zei van jeukje zeg, als het Amerikaanse volk hier achter komt, dan breekt de pleuris uit. Waarop Eleanor Roosevelt tegen Avro Manhattan heeft gezegd, ach joh, maak je geen zorgen. Er wordt zoveel, nou moet ik zeggen, verwarrende informatie vanuit de katholieke kerk over het Amerikaanse volk uitgestort. Dat het Amerikaanse volk zo'n bericht over een slachtpartij voorbij ziet komen als, oh, er is weer eens een verhaaltje. En de beste manier om een boom te verbergen is om hem te zetten in het midden van een bos. Of als je geen indruk kan maken met de harde feiten, dan kom dan op met een vrachtwagen vol met onzin. Amerikaanse spreekwoorden. Ik schenk een kopje thee in. Het is woensdag 24 juli 2019. Mijn zus is jarig. Die ga ik vanavond even bellen. En het is 9:30. Ik was eigenlijk al helemaal klaar om als ondersteuner aan het werk te gaan, maar ik keek net nog even voor alle zekerheid op mijn werklijst en ik blijk dat ik pas om 1 uur hoef te beginnen. Yeah. Dus ik heb tot 10:30 de tijd om van andere dingen te gaan doen.
En dan ga ik beginnen aan mijn edele werk. Ja, dat wordt wat. Terug naar de katholieke kerk. Kijk, dat de katholieke kerk betrokken is bij oorlogen, in die zin dat ze ze uitlokken en dat ze er een actieve rol in hebben gespeeld, dat is duidelijk. Hebben ze daar ooit excuses voor geboden? Duidelijk van niet. Ze doen eigenlijk alsof ze er nooit wat mee te maken hebben gehad. Terwijl het tegenovergestelde vaststaat. Een ander voorbeeld. Pius XII, die was paus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die wordt wel genoemd de paus van Hitler. Die had innig contact met Adolf Hitler. Hij had ook innig contact met Jozef Stalin. En misschien niet direct, maar via via. Dus Adolf Hitler, dat liep via Frans von Pabst. En Jozef Stalin weet ik niet. Maar Jozef Stalin heeft gestudeerd voor priester, een katholieke priester. Dus hij had een parochie kunnen krijgen, maar ze hadden voor hem een grotere carrière op het oog. Hij mocht de Russen laten vermoorden. Jozef Stalin mocht de Russen laten vermoorden. Adolf Hitler mocht Duitsers laten vermoorden. Winston Churchill die mocht Britten laten vermoorden. En Roosevelt mocht Amerikanen laten vermoorden. Daar ging het om. En van die bevolkingsgroepen moesten diegenen vermoord worden die niet welgevallig waren in de ogen van de paus. Zo zit het in elkaar. Dat is het hele wereldtoneel van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat je dat even weet. Het is geschiedenis, dus niet een reden voor directe paniek of zo. Daarom heb ik ook lekker een kopje thee. Maar pakken we die aanslagen van 11 september er eens even bij. Die zijn gebruikt als, ja, noem het maar, lont in het kruidvat of zo. Voor de oorlog tegen terreur. En de NATO is als een debiel tekeer gegaan in eerste instantie in Afghanistan. Want de daders waren allen uit Saoedi-Arabië, dus dan ga je Afghanistan aanvallen natuurlijk. Lijkt me nog een wieles, hè? Als blijkt dat er allemaal aanslagen zijn gepleegd door Italianen, welk land ga je dan bombarderen? Ja, Denemarken natuurlijk. Dat snapt een kind. Ja, maar Osama Bin Laden, die zat in Bora Bora en dat is Afghanistan. Ja. Ja. Osama Bin Laden zat in Bora Bora. Maar dat is een grot in een berggebied in Afghanistan. Daar zat een man. En dan ga je heel Afghanistan aanpakken. Geloofde jij er zelf dat je dan beter, dat je dan verstandig bezig bent? Of gaat het jou erom om weer eens zoveel mogelijk chaos te veroorzaken? Ja, denk er zelf eens even over na. En na Afghanistan zijn ze Irak binnengevallen. En waarom? Ze hebben later zelf toegegeven dat dat hele idee dat er massavernietigingswapens waren in Irak, dat dat berustte op foutieve informatie. Ze hebben niet gezegd dat ze dat met opzet, dat ze die leugen met opzet verzonnen hadden, wat ze natuurlijk gedaan hebben. Ze zijn Irak binnengevallen en ze hadden een reden nodig. Dus werd er gezegd tegen een stelletje maloten,
Dan kunnen jullie er even voor zorgen dat wij een reden hebben om dat land binnen te vallen. En toen kwam dat hele verhaal met die massavernietigingswapens. Maar helemaal geen drol van deugd. Nou, toen hebben we Irak gehad. Toen zijn we Libië binnengevallen. Nou, toen naar Libië zijn we Syrië toestanden gaan maken. Ik heb hier een jongen geïnterviewd. En die is van Koerdische afkomst. En die vertelde dat er soldaten vanuit Turkije door voormalig Koerdistan trokken op weg naar delen van Syrië, wat ook voormalig Koerdistan was, om daar rotzooi te gaan trappen. Ja, Turkije is lid van de NATO, of niet? Dus vanuit een NATO-land zijn er opstandelingen, rebellen, zeg het maar, Syrië binnengetrokken. En wij maar geloven dat voor zover de NATO erbij betrokken was, dat het alleen maar ging om hele edele strijders die die arme Syriërs beschermen tegen ISIS of IS. Dat is helemaal niet waar, man. Nee, als je in één keer, of als je op een dag onder ogen ziet dat het de katholieke kerk is die dit doet. En dat de katholieke kerk niets meer is dan een, ja, laat ik het zeggen, een natuurlijk voortvloeisel is van een wereld met immorele mensen. Mensen die geen behoefte hebben aan een moreel bestaan. Die porno en die buitenechtelijke seks en alles wat er maar bij hoort, eigenlijk wel modern vinden. Het maakt ze niet uit. In de Tweede Kamer hebben ze op de toiletten, dat is weer een tijdje terug hoor, maar hebben ze op toiletten, hebben ze heel flauw, hebben ze monstertjes genomen van het sanitair. En daar zijn restanten cocaïne aangetroffen. En dat was het meeste op de toiletten die gebruikt werden door voornamelijk D66. Ja, wij weten dat. Wij weten dat de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de Europese Unie, die zijn geweldig. Het geld kan daar niet op, hè? Een ambtenaar van de Europese Unie, die kost de post voor ons, hè, voor Europa. Dus wat kost een Europese ambtenaar? Daar hebben we er namelijk 40.000 van. Ja, die kost ons 345.000 euro per jaar. En dan heb ik het over het jaar 2017. Ik heb het vermoeden dat het aantal ambtenaren niet gedaald is. En ik heb ook het vermoeden dat de kosten per ambtenaar niet gedaald zijn. Ja. En wie zit er achter de Europese Unie? Nou, dan moet je even kijken naar wie de eerste president was van Europa. En wij hadden destijds afgesproken, dachten wij, dat wij mee zouden doen met een handelsverdragsorganisatie. En niet met een of andere politieke organisatie.
Met andere woorden, we zouden geen president van Europa krijgen. Want dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben zelf al schandalen genoeg met onze eigen minister-presidenten. Hè? Zoals die minister-president in de jaren, eind jaren 50. Hoe heette die ook alweer? Fik Marijnissen. Dat was in de tijd dat ik geboren werd. Schandalen, hè? Seksueel kindermisbruik. Weet je dat nog? Nee, weet je waarschijnlijk niet meer, hè? Nee. Ik weet het wel. Ja, niet dat ik me toen kon herinneren, want toen was ik een baby. Maar ik lees mijn berichten in de krant. Hè. Dat wil zeggen, geen krant, maar op internet. Hè. Jij kan het ook nazoeken. Fik, V-I-C en dan Marijnissen. En hoe je Marijnissen spelt, dat maakt Google niet uit. Die vind je wel. En dan moet je iets van Fik, Marijnissen, premier. Dan doe je seksscandal. Kom je er zo achter. Ik dacht dat ik zelfs gestuurd ben op een artikel wat stond in een Brits tijdschrift. De naam ben ik even kwijt van het tijdschrift. De Mail of zo, of hoe heette die tijdschrift? Anyway, wij kregen dus wel een president, alhoewel we afgesproken hadden dat dat niet nodig was. En die president was van de Katholieke Kerk. Herman van Rompuy. De Katholieke Kerk is ook toezichthoudend lid bij de Verenigde Naties. Dat betekent dat ze mogen bij elke vergadering zijn. Ze krijgen afschriften van alle notulen en alles. Ze zijn van alles op de hoogte. Misschien dat ze zelfs mee mogen vergaderen en ook verstandige dingen mogen zeggen. En ballonnetjes opladen of zo. Oplaten, moet ik zeggen. Maar de Verenigde Naties hebben geen zeggenschap in juridische zin. Dus geen jurisdictie. Over het Vaticaan. Dat ik het even weet. Er is al vaker geprobeerd dat er groepen zijn geweest die het Vaticaan wilden aanklagen, bijvoorbeeld via het Internationaal Gerechtshof. En het Internationaal Gerechtshof haalde de schouders op en zei van ja, kijk, de Verenigde Naties heeft geen jurisdictie, geen juridische zeggenschap over het Vaticaan. Vaticaan staat, het is een staat namelijk, het is een land. Daar heeft de VN helemaal niks over te vertellen. En wij zijn het internationale gerechtshof van deze aarde ook niet. Ja, als je dan nog niet weet dat we het hier hebben, in het geval van het Vaticaan, over de meest gewelddadige, meest moorddadige organisatie die deze wereld heeft gekend. Ah, waar ben je dan met je verstand, man? En neem die aanslagen van 11 september. Je hebt in Nederland die stichting 11 september. Met die man van Houts, of zo heet hij. Heb ik ook een beschouwing of een nieuwsuitzending over gemaakt. Ik vind die vent wel leuk bezig. Oh, je zet het goed op een rijtje dat het officiële verhaal van die aanslagen, dat helemaal niet kan. No way or say. En als je die torens even voorstelt in een model, hè, dan kan je het iets makkelijker voorstellen waar het probleem zit. Als je die torens nou zou verkleinen tot een constructie van een meter boven de grond en dan 20 centimeter onder de grond, dat was het ongeveer. Hè? En dan opgetrokken van staal en dan elke toren weegt ongeveer 100 kilo. Dan, want je kan het gewicht nemen van die torens zoals ze waren. En als je dan daar een model van maakt met hetzelfde materiaal, dezelfde kwaliteit staal. Want staal is vrij zwaar.
dan wordt het een ding van 20 bij 20 centimeter en dan een meter boven de grond. En het totale gewicht is dan pak een beet 100 kilo. Nou, daar vlieg je dan een vliegtuig tegenaan. Ja, dat moet je ook verkleinen. Dus dat vliegtuig wordt dan maar iets van 10 centimeter breed of zo, hè? En niet 11, 12 centimeter lang. En dat weegt dan nou, nog geen 10 gram, hoor. En in dat vliegtuig zit een hoeveelheid kerosine. Dat is dan 2, 3 vingerhoedjes. Dus je hebt in dit model een gebouw opgetrokken van hoge kwaliteit staal. Dat weegt 100 kilo. Dat kan jij niet tillen, mag ik aannemen. Ik kan het niet tillen. Hoor. Maar dat weegt 100 kilo. En dan vlieg je een vliegtuig tegenaan van nog geen 10 gram. En daarin zitten 2 vingerhoedjes, 3 vingerhoedjes, 4 vingerhoedjes wat mij betreft aan kerosine. En dan gaat het hele gebouw van 100 kilo, dat zakt in elkaar. Terwijl het in elkaar zakt, verandert het in stof. Nou, dat kan niet. Ik hoop dat jij je dat kan voorstellen, dat dat niet kan. 100 kilo industrieel staal, wat door de inslag van een object van nog geen 10 gram... Een 100 kilo gedeeld door, zeg 10 gram. Dat is een 100.000 gram gedeeld door 10 gram. Dus een ding van 100 kilo wordt geraakt door een object van 1/10.000ste van het gewicht. Met een paar vingerhoedjes kerosine. En dan verandert al dat staal in poeder. Ja, ja. Nee, er waren explosieven aanwezig in die gebouwen. En er is ook nog een vrouw en die beweert dat er sprake was van een soort lasergun, magnetron-achtig wapen of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar ik weet niks van een dergelijk wapen. Ja, zo'n wapen zou ook kunnen, natuurlijk. Maar waar is dat wapen dan opgesteld? Was dat opgesteld? Dat weet ze, dacht ik niet. Maar zij verklaart dan wel heel goed waarom dat staal in poeder is veranderd. Er zijn wat meer aparte dingen daar in de omgeving geconstateerd met die autowrakken die onder dat poeder zaten en die op een hele bepaalde vreemde manier uitgebrand zijn of zo. Dat is niet normaal. Die vrouw die heet Judy Woods, W-O-O Dirk Simon. En Judy, net als Judy. Dr. Judy Woods. Kijk, we weten dat die aanslagen met het officiële verhaal, dat die niet deugden. Dat het officiële verhaal niet deugde, dat weten wij. Ik sprak laatst iemand, dat was op mijn werk en er ging het erom over tv kijken of zo. En dan zei ik van, nou, ik doe het niet meer. Ik erger me dood. Want de tv heeft hierover gelogen. Ze hebben gelogen door te zwijgen, door te verzwijgen. En alleen maar het officiële verhaal te blijven herhalen. En de naam Osama Bin Laden 33 keer per seconde om te roepen. Op Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3 en op de radio en in de kranten. Osama Bin Laden, Osama Bin Laden, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden,
Osama Bin Laden, Osama Bin Laden, Osama Bin Laden. Het gaat dan om moslimterroristen. En wie zijn er dan wel? Ik sprak een jonge man. Die wilde mij een Volkskrant geven. Die heb ik in ontvangst genomen, by the way. Voor een keertje, dag 8. Ja. Staan er van die jonge mensen, die staan dan op een zaterdagmiddag als er veel gewinkeld wordt. Op van die knooppunten. En ja, iedereen die het maar wil, die krijgt dan een krant in de handen geduwd. Een soort laatste reddingspoging om een Volkskrant te redden. Wat mij betreft mogen die kranten opgeheven worden. Ik hoef ze niet. En ik zei ook tegen die jongen van ja, ik wil hem wel in ontvangst nemen. En dan ga ik hem bestuderen. In die zin dan, hè, als studieobject. En waar zitten ze nu weer over te liegen? En die jongen die keek me een beetje vreemd aan. Ik zei tegen hem van ik heb een vraagje aan jou. Die aanslagen van 11 september, geloof jij dat officiële verhaal? En hij zei, nee. Ik zei, oh. Zei, maar wie heeft het dan wel gedaan? Nou, zei die vent, dat weet ik niet. De een zegt dit en de ander zegt dat. En in het kort, hè, om het samen te vatten, de een zegt dat het de Joden waren. En de ander die zegt dat het de vrijmetselaars samen met de internationale bankiers, de geheime genootschappen. Zo. En ik zeg je dat die twee thesen, ideeën, die zijn de wereld ingeslingerd door de katholieke kerk. Ja. Je haalt iets uit wat verschrikkelijk is. Dat is voor je eigen agenda. Je moet er rekening mee houden dat dat door begint te sijpelen. En wat ga je daaraan doen? Dus ze hebben gelijk al toen die aanslagen gepleegd werden. Toen waren er al mensen bezig om de conspiracy films te maken. Ja. Die plots die lagen al vast. Van we gaan dit gaan we verklappen, dat gaan we verklappen, dat gaan we verklappen, dat gaan we verklappen. En wie krijgen dan de schuld? Ja, een bonte verzameling van mensen die niet of nauwelijks onderling gerelateerd zijn. Anders dan dat ze wel eens allemaal lid zouden kunnen zijn van een geheim genootschap of meerdere geheime genootschappen waarvan we de ledenlijst niet kennen. Kortom, je hebt geen poot om op te staan. Snap je? De afleidingsmanoeuvre is dat. Een goed voorbeeld van die propaganda, dat is de film Loose Change. Los wisselgeld. Los muntgeld of zo. Van Dan Avery en zijn makker. Die heb ik als een van de eerste gezien. En ja, dan ben je wel in één keer overtuigd dat het officiële verhaal niet deugt. Maar de vinger wordt dan gewezen naar. Weet je ook alweer, die minister van Buitenlandse Zaken, die vrouw met die hele lelijke oogopslag. Condoleezza Rice. Oh, die vrouw die kijkt zo boos, hè? Dan heb je nog die andere negerd. Die was chief of staffs. Van het Amerikaanse leger. Een beetje grote negroïde man. Met zo'n bolle kop. En George Bush, George Herbert. Hey, George W. Bush, die zou er alles van geweten hebben.
Terwijl ik denk dat George W. Bush, die wist er niet alles van. Ik kwam vanuit het Vaticaan. En het is wachten tot iemand van het Vaticaan uit de school gaat klappen. Maar ze zullen dit angstvallig geheim gehouden hebben. En ze hebben Joodse mensen erbij gebruikt, zonder meer. Want dat doen ze. De Vaticaan heeft een enorme pesthekel aan Joden. Aan de overtuiging dan, hè, die eronder heerst. Dat de Joodse mensen iets hebben van, nou, geloven, dat doen we allemaal graag aan. Maar daar hebben wij geen hulp van buiten bij nodig. Ja, we hebben onze Pentateuch, we hebben onze Torah. We hebben onze rabbijnen. En we hebben die heilige vaderen niet nodig. Daarom liggen de Joden niet lekker bij de katholieke kerk, snap je? En dan worden ze als zondebok worden ze aangesteld op hele prominente posities. Zelfs de Federal Reserve Bank. Dat is een bank en dat klinkt dan als een overheidsbank, maar dat is het helemaal niet. Dat is een private bank en die is opgericht met toestemming van het Vaticaan. Dus het Vaticaan verdient daaraan mee en het is de Federal Reserve die alle leningen verstrekt aan de Amerikaanse overheid. Dus als er in Amerika behoefte is aan een infrastructureel project waar ze geld voor nodig hebben, dan gaat de Federal Reserve per onmiddellijk geld verdienen. En daarmee het Vaticaan. En dan denkt iedereen dat de Joden het hebben gedaan. Omdat, ja, iemand van de Federal Reserve Bank, dus die prominente figuren, dat zijn Joden. Tuurlijk hebben ze daar de Joodse mensen bij gebruikt. En dat laat ze dan ook uitlekken. Want de Joden hebben het gedaan. Maar het waren de Joden niet. Het was het Vaticaan zelf. Dat is wat ik denk en daar heb ik geen bewijs aan voor. Het enige waarop ik dit zeg en kan baseren is het feit op wat ik net zei. Het kijkende naar al die andere oorlogen, de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, oorlog in Vietnam. Ja, daar was het Vaticaan helemaal bij betrokken. Dus waarom deze keer dan niet? Het is goed mogelijk en het is niet onderzocht. Want het Vaticaan staat altijd buiten spel als het gaat om dit soort onderzoek. Of buiten schot, moet je zeggen. Altijd buiten schot. Ze kunnen niet onderzocht worden. Ze kunnen niet verhoord worden. Ze staan boven ons. En hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Hè? Ja, dat is heel verschrikkelijk. Het is onze eigen schuld, dat kan ik je wel vertellen. Wij hebben het laten gebeuren. Wij hebben geen rekening gehouden met de doortraptheid. Hij waren te goed gelovig. Ik denk dat het gaat bij de katholieke kerk om de historische, bijbelse en de geprofeteerde antichrist. Ik ben in die zin een Lutheriaan. Ik ben Maarten Luther erg dankbaar. Maarten Luther wist dat ook. Willem de Zwijger, onze vader des vaderlands, die wist dat ook. Ja, wat op onze scholen wordt gedoseerd als de oorlog met Spanje. Ah, dat was geen oorlog met Spanje. Het was een oorlog met het Vaticaan. Het was een oorlog die het Vaticaan voerde tegen ons.
Het Vaticaan heeft Willem de Zwijger dood laten schieten, zoals ze John F. Kennedy dood hebben laten schieten. En wij maar denken dat het allemaal samenlopen zijn van geschiedenislijnen en dat er geen beeld in zit. En niets is minder waar. Dus het plaatje is heel duidelijk. Als je het wil zien. Snap je? En veel mensen willen het niet zien. In Amerika, toen daar de eerste koloniën werden gesticht door Europeanen die op de vlucht waren gegaan voor de paus. In Amerika was het katholicisme totaal verboden. In één staat niet. Dat was Marialand, Maryland. Nou, en toen is het, ja, toen is er een toenadering geweest. En er kwam er een gedachte van, nou, weet je wat, leven en laten leven. Laten we die katholieken nou niet afzeiken. En laten we hun de ruimte geven om hun geloof te beleiden op hun manier. En dan doen wij dat op onze manier en we laten elkaar met rust. Ja. Dat moet je met katholieken niet doen, hè? Want die zullen gelijk zeggen, ja, dat is goed. Nee, dat is goed, hoor. Ja, nou, ja, nee, jullie hebben dan ook een vrijheid van geloofsuiting. En wij dus ook. Ja, mooi. Ja, en dan zitten ze binnen. Ik ken het verhaal van een man. En wat runde die nou? Dat was een... Die runde een universiteit. Dat was een protestante universiteit in Amerika. En er werkte daar een leerkracht. En hij vond die leerkracht een beetje vreemd. Maar hij wist niet waarom, hè? Maar hij had geen goed gevoel bij die man. Die kleine dingetjes. Dat zijn woorden dan, hè? Ik parafraseer even. Maar zo leidde hij dat in. Ja. Hij was een hoofd van die school, van die universiteit. En hij had van die kleine dingetjes. En toen op een dag, toen liep hij langs de postvakken waarin de post lag voor de medewerkers. En er stond in een van die vakjes, dat was het vakje van die man. Er stond een brief in. Een envelop. En toen heeft hij, en dat mag natuurlijk helemaal niet, maar hij heeft het toch gedaan. Hij heeft die envelop uit dat postvak gepakt en mee naar zijn kamer genomen en die envelop opengemaakt. Die brief die bleef afkomstig te zijn van een jezuïte persoon, dinges. Jezuïte, dat is de militaire tak van de katholieke kerk. En bevatte instructies voor die medewerker. Van hier gaan we het niet over hebben en daar gaan we het juist wel over hebben. Dus die man, waarvan dus die protestante directeur dacht, van, nou, is iemand die geeft les op de protestante universiteit en dat is allemaal wel snor en zo. Ja, dat was een infiltrant. Die was van binnenuit bezig om een katholieke doctrine voetje voor voetje naar binnen te werken. En wat is het katholieke doctrine? Nou, het katholieke doctrine is bijvoorbeeld dat je Matthäus 23 vers 9, dat je doet alsof dat niet in de Bijbel staat. Dat staat wel in de Bijbel. Het staat namelijk in het eerste evangelie, Matthäus, het 23e hoofdstuk en daarvan het 9e vers. Noem niemand op deze aarde je vader, want er is er maar één je vader en die zit in de hemel. Het is een beetje raar als je iemand hier op aarde vader gaat noemen, want die titel komt alleen God toe. Ja. En welke geloofsovertuiging maakt er dagelijks een gewoonte van door iedereen die met iets in de hiërarchie omhoog geschouderd is, geschokschouderd, om die vader te noemen?
Dat is de katholieke kerk natuurlijk. De katholieke kerk is helemaal niet bijbels. Nooit geweest. Die doen alsof ze bijbels zijn. Maar die nemen niet de hele inhoud van de bijbel over. Maar ja, maf. Die pikken er alleen maar uit wat hun welgevallig is. Nou, terug naar dat verhaal van die universiteit, die protestante universiteit met die protestante directeur. Een protestant, komt een protest tegen de katholieke kerk was dat dus. Hè? En hij heeft die medewerker op het matje geroepen en die brief voorgelegd en gezegd van wat is dit? Ik mag dan geen recht hebben om jouw post te openen, maar wat ik hier lees, daar heb jij geen recht op. En verklaar jezelf nader. Nou, die man die begon een beetje te stuntelen. Die kreeg een rood hoofd. Die heeft die brief gepakt en in zijn binnenzak gestopt. Die is de deur uitgewandeld en is nooit meer teruggekomen. Een ander verhaal van een protestant. Die had een katholieke kennis. En die zat hoog in de organisatie. En die man die nam hem op een dag mee naar een archief. En die zei van, geef eens even je precieze naam en voorletters en geboortedatum. En die man die dreunt dat op en zegt, wacht maar eventjes, ga ik even voor je kijken. En hij trekt dan in een archief, trekt hij een la open, zo'n archiefkast. Trekt hij een la open. Zegt hij, oh, jij hebt een blauwe sticker. En er komt een mapje uit met allemaal gegevens over hem. En hij had een blauwe sticker, ja ik zeg maar wat hoor, of een of ander kleurtje had hij een stickertje erop. Dat betekent hij was aangemerkt. Als zijnde, ja, iets om mee te doen als hè, de tijd daar is. Het was in ieder geval niet peace, love and happiness. Hij werd dus door dat blauwe stickertje, was hij een van de vijandige partij, van vijandelijke partij. Hij droeg de katholieke kerk helemaal geen kwaad hart toe. Maar hij kwam erachter dat er dus een archiefkast was in een archief. Met daarin een archiefmapje. Daarin allemaal gegevens van hem. En op dat mapje zat een blauwe sticker. Dus hij werd door het Vaticaan beschouwd als vijand. Hij werd beschouwd door een organisatie die hij helemaal niet als vijand beschouwde. Door die organisatie werd hij beschouwd als vijand. Enemy combatant. Ja, Abraham Lincoln is vermoord door het Vaticaan. Hè? Dat is gevoeglijk bekend. Abraham Lincoln is in 1865 in opdracht van het Vaticaan vermoord door een samensweringsgroepje. Die helemaal in het geheim opereerde. En er waren 5, 6, 7, 8 of zo katholieken. De dader, William, wat was ik weer? Boots of zo? John Wilkes Booth. Dat was de dader. Die is nadat hij Abraham Lincoln heeft doodgeschoten in een theater, dus ten overstaan van iedereen, voor het maximale PR-effect. Nou, die man is gelijk doodgeschoten. En die anderen die dan in de samenswering zaten, die zijn opgespoord. Die hebben de doodstraf gekregen. Die zijn gestorven aan de galg. En eentje is weten te ontsnappen. En die dook later op als lid van de pauselijke garde. Om de paus te beschermen tegen kwaadaardige elementen. Die had politiek asiel gekregen in Vaticaan. En toen Amerika daarachter kwam, heeft Amerika, dus Noord-Amerika, de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, het Vaticaanstad, verbroken. Maar die zijn in de jaren 80 door Ronald Reagan, de toenmalige president, weer even zo leuk hersteld.
Terwijl in de tussentijd waren dan misschien de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan verbroken. Maar het Vaticaan had voldoende mensen actief in Amerika om ervoor te zorgen dat zijn agenda van de paus door werd gevoerd in Amerika. Ja, neem zoiets als die invasie in Normandië. Dat aanvalsplan, dat was zo stupide dat dat aanvalsplan maar één doel kon hebben. Dat was namelijk ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk Amerikanen, protestanten, werden gepiefpafpoefd. Wat slaat het op? Je hebt van die bakken. Het waren meer niet, hè? Om bakken. Achterin zat er een kapitein. En die stuurde, die kon je dan een beetje mee sturen. En dan aan de voorkant de klep. En dan doe je die klep omlaag. En dan zien die soldaten eindelijk dan als die klep omlaag is. En waar kijken ze recht tegenaan? Ja, tegen een mitrailleurnest. Ja, ratatatatatat. Waarom niet kleppen aan de zijlang, aan de zijwanden? Ja? Yeah? Waarom niet die bakken zo dicht mogelijk bij het strand manoeuvreren? Dan een soort linie maken waar die soldaten achter kunnen schuilen. En van daaruit met mortiervuur proberen om die mitrailleurnesten uit te schakelen. En als die mitrailleurnesten uitgeschakeld zijn, dan gaan we het strand op. Nee, we rijden die dingen tegen het strand op. Dan aan de voorkant die klep omlaag. En dan laat die Duitsers maar lekker ratatatatatatat. Laat die protestanten elkaar maar afknallen. Daar ging het om. En tijdens de Tweede Wereldoorlog waren die diplomatieke betrekkingen tussen Amerika en Vaticaanstad nog lang niet hersteld. Want dat gebeurde pas onder het regime van Ronald Reagan. En Ronald Reagan, by the way, dat is ook de man die toen hij gouverneur was van een of andere staat in Amerika, heeft hij het no-fault divorce principe ingevoerd. Wat inhield, dubbele punt. Voorheen was het zo dat je mocht een huwelijk ongeldig laten verklaren, dus scheiden, als ofwel de partner gewelddadig was geweest, of B, dat hij vreemd was gegaan. Als één van beiden of allebei het geval was, dan kon je een scheiding aanvragen en dan werd het huwelijk nietig verklaard. En dan kreeg je als vrouw alimentatie en mocht huis behouden en al die dingen. En andersom kwam dat niet of nauwelijks voor, dat een man mishandeld werd door zijn vrouw. Maar dat mocht natuurlijk ook. Als je een vrouw had die vreemd ging, kon je ook naar de rechter stappen. En waarschijnlijk kreeg jij dan voogdij over de kinderen en moest die vrouw het huis uit. Want die partner was vreemd gegaan, dus mag je het huwelijk nietig laten verklaren. Jij bent niet vreemd gegaan, dus jij bent daadwerkelijk de papa, de ouder van de kinderen. Die vrouw dus niet, want die gedraagt zich onverantwoordelijk. Dus die gaat het huis maar uit. Maar ja, dan als man krijg je dan denk ik geen alimentatie, want waar moet die vrouw ervan betalen? Nou, dat heeft meneer Reagan even veranderd, hè? Vrouwen mochten vanaf dat moment in zijn staat, en dat was nog maar de eerste staat, en daarna zijn al die andere staten gedwee gevolgd, mochten vrouwen op ieder willekeurig moment zeggen van ik heb er geen zin meer in, doe mij die alimentatie maar, doe mij het huis maar en geef mij maar de voogdij over de kinderen en laat die klootzak maar oprotten. Iets wat mij ook overkomen is. En dat is verschrikkelijk. En waar komt dat vandaan? Ja, dat komt van het katholicisme. Die willen niks liever dan kapotte gezinnen. Dat mag je iedere katholiek die jij in jouw omgeving kent, mag je laten luisteren naar mijn uitzending over katholicisme. Er staat hier een hele sectie onder. Daar mag je op reageren. Mag je zeggen dat je me niet gelooft. Dan mag je vragen om bronnen. Kom erop.
Ik heb die bronnen, snap je? Voor een groot deel staan die bronnen, by the way, al onder deze uitzending. In de description box. Ja, maar Pirida, daar ben ik uren mee bezig. Ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, maar kan het niet even in 3 minuten dan? Nou, dat kan wel. Dat heb ik net al gedaan, namelijk. Ja, maar dat was allemaal, dat was maar een paar minuten en moet ik daarvan overtuigd raken? Kijk, zo komen we er niet uit, snap je? Ja, aan de ene kant zeggen, ik heb geen zin om de uren in te stoppen, want dat kost me te veel tijd. En als ik dan in een paar minuten verteld krijg wat er aan de hand is, dan denk ik van ja, in een paar minuten tijd eventjes verteld krijgen wat er aan de hand is. Nou, dat vind ik, dat neem ik niet serieus. Ja, maar wat wil je dan? Met name uit, ik ben bijna stotteren, maar in Amerika zijn er zijn een aantal priesters die jarenlang voor de katholieke kerk hebben geopereerd en daar op een dag mee opgehouden zijn en die zijn gaan klokken luiden. Ja, die zijn interessant. Die moet je hebben. Bill Hughes is er eentje. Alberto Ribera is er eentje, maar die is dood. Maar Alberto Ribera, moet je even door het ongelooflijk slechte Engels van hem heen luisteren. Hij is Spaans, officieel. Dus je moet er even inkomen bij hem. Hij praat met een ongelooflijk zwaar accent. Ja, niet dat mijn Engels zoveel beter is hoor, maar... Eric John Phelps, dat is dan geen jezuïet of zo, maar ex-jezuïet. Maar wel iemand die heel veel weet van de geschiedenis. Walter Veit. Je Zuid-Afrikaan. Je weet er ook veel van. Bestudeer het en word wijs. Ik heb met Jurk, heb ik het wel eens, Jurk Liesman, die staat ook bij die linkjes. Ook Jurk Liesman is een harde werker op dit terrein. Heb ik het wel eens tegen hem gezegd van, als de mensen niet beseffen dat de antichrist gekomen is, is die dan wel gekomen? En Jurk zegt natuurlijk gelijk dan, ja, natuurlijk is die gekomen, want hij is er al heel lang. Hè? Ja, voor Jurk is dat zo. En voor mij ook. En voor Ian Paisley was dat zo. En voor Maarten Luther was dat zo. En voor Willem de Zwijger was dat zo. En voor Wycliffe was dat zo. En voor Jan Hus was dat zo. Noem maar een hele hoop namen op. Maar voor Jan met de pet en Mien met de plu? Otto Normaalburger? Die heeft geen drol in de gaten. En is dat een probleem? Jazeker. Wat denk je wel niet? Want die jongens van de katholieke kerk die zitten niet stil. Ik geef je op een briefje dat ze hebben al een plan uitgedokterd om Nederland onder water te zetten. Dat is al uitgedokterd. Ze hebben al gekeken welke dijken ze moeten laten exploderen. Ze hebben ook al gekeken naar wie ze daar dan de schuld van kunnen gaan geven. En wat het politieke nut zal zijn van zo'n valse vlag operatie. Ja, dat is een operatie die doe je onder valse vlag. Dus jij doet zelf iets en je wijst met de beschuldigende vinger naar een ander. En dat doe je dus niet zelf, maar je doet iets en dan laat je allemaal sporen achter. En dan komt men er vanzelf, de journalisten erachter van, oh, het waren de, nou ja. En die krijgen dan de schuld. En jij, degene die het gedaan heeft, jij gaat wachten op je beloning.
je beloning van de chaos die je gecreëerd hebt. Ja, noem mij maar paranoia, maar mijn moeder die woont in Almere. En Almere, waar zij woont, dat zit 6 meter onder de zeespiegel. En haar man, die houdt heel veel van alles met wat water te maken heeft. Dus die heeft een aantal surfplanken. En die heeft een opblaasboot. En hij heeft een uitvouwbare boot. Dus 3 bootpartijen, bootmogelijkheden. En dat vind ik dan wel geruststellend. Hè? Ja, noem mij maar paranoia, maar voor het geval dat. Hè? Als ze dat doen, ze laten een elektriciteitskastje exploderen, denk ik. Dat zal het verhaal worden, neem ik aan. Bij werkzaamheden van de Nuon is de dijk tussen dolala en lalalala geëxplodeerd. Dat gebeurt in eerste instantie. Ja. En dan stroomt het water naar binnen. En ja, dan staat niet gelijk daar waar mijn moeder woont onder 6 meter water natuurlijk. Dus dan heeft mijn stiefvader toch wel een uurtje of 4, 5, 6 of zo om die uitvouwboot uit te vouwen. Nee, die verzuipen niet. Dat komt wel goed. Vind ik dan toch wel weer een geruststellende gedachte. Maar dan neem je de Alexanderpolder, die zit 10 meter onder zeeniveau. Als die dijk klapt, jongen. Maar daar is weer veel hoogbouw. Maar ja, die mensen die op de begane grond wonen. Ja, die zijn niet blij. En wie gaan we de schuld geven? Ja. Ik denk buitenlanders. Wat denk jij? En wanneer gaan ze dat doen? Ja, voorlopig niet, denk ik. Ze hebben het nu nog niet nodig. Misschien doen ze het wel helemaal niet. Maar dit soort plannen schrijven ze. Ook met die analyses erbij, met hoe we erop zullen reageren. En analyses erbij met hoe zij weer moeten reageren op onze reactie. Zoals met 9-11, dat ze al van tevoren bedacht hebben. Dat is wat ik denk. Om zo'n film te publiceren als Loose Change. Waarbij dan de beschuldigende vinger gewezen wordt naar een veelheid aan personen. Waarvan je na afloop dus niet weet, ja, maar wie heeft het nou gedaan? Ja. De vrijmetselaars gaat er weg. En er wordt ook gezegd, hè, dat de vrijmetselaars, die hebben dan de katholieke kerk overgenomen. Nee, dat kan helemaal niet. De katholieke kerk heeft de hand gehad in de vrijmetselarij, snap je? Adam Weishaupt, de stichter van de Illuminati, de Beierse Illuminati. De club die verantwoordelijk was voor de Franse Revolutie. Hij was professor kanoniek, dat betekent katholiek, kanoniek recht aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij heeft in zijn vrije tijd de Beierse Illuminati gesticht. Ja, dan moet je mij niet gaan vertellen dat dan de katholieke kerk is overgenomen door de Illuminati. Als iemand eerst professor wordt bij Ingolstadt. En dan gaat hij de Illuminati stichten, de Beierse. Ja, iets met kip en het ei, weet je wel. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit was een hele mooie over katholicisme en de oorlogen en 9-11. En dat wij de hand in eigen boezem moeten steken. Ja? En ik zeg op zijn hamburg, tjus en dag lieverds.